dit was heel duidelijk. Ja, als je naar de stand kijkt, dan is dat heel duidelijk. Wat was de gameplan? Nou, ik denk dat het gameplan eigenlijk gelijk was aan alle andere wedstrijden. En wat je hebt gezien is dat wij eigenlijk iedere eerste helft hebben kunnen domineren. En nou, vandaag was het eigenlijk op een gegeven moment in de tweede helft over. Weer dat derde kwart. Ja, dus daar moeten we maar eens even naar gaan kijken wat daar achtergrond is. Our third quarters. You know, we had the lead going into halftime. Three times in a row. Yeah. All three games we had the lead going into halftime. And they came out of the halftime better than we did all three games. When you're playing against a tough team that's physically tough and mentally tough, it's hard to lose the lead, get a deficit, and then to overcome that. Do or die game. Yeah. And we died. Maar ook heel duidelijk, hè? Ja, ja, kijk, op een bepaald moment zat het er niet meer in. We vallen uit elkaar. Iedereen probeert het zelf op te lossen. En dat is eigenlijk een beetje sinds game 1 gebeurd. Hè? Je gaat op een bepaald moment achterstand in. Het is play-off. Je weet, elke game die je verliest, brengt je gewoon steeds verder van de volgende ronde. Dus je gaat het op allerlei verschillende manieren proberen op te lossen waar je eigenlijk een beetje je identiteit kwijtraakt waar je zo succesvol mee bent geweest het hele seizoen. Ja, en dan krijg je dit resultaat. Als een topsporter niet teleurgesteld is bij dit verlies, dan zou het niet goed zijn. Dus ik ben teleurgesteld. Aan de andere kant moet het ook even reëel zijn. Hè? Als je in een serie zit met een team wat momentum krijgt, doordat ze hier eigenlijk met een beetje geluk wegkomen in de eerste pot. En dan is het moeilijk om daar overheen te komen. En als je er zelf op dat moment even als team niet helemaal staat, dan is dit eigenlijk het resultaat. En ik denk dat je naar deze wedstrijd ook op een andere manier kan kijken. En dat wij ook de eerste helft gewoon heel goed gespeeld hebben. En dat je dan op een gegeven moment in de tweede helft met 7 man eigenlijk wel tekort komt in de rotatie. How disappointed are you? This is like a heartbreaker. You know, we had a hard fought season and to come out and, you know, get swept is, I mean, like to lose is tough enough, but to get swept, it doesn't really show the fight that we had. I mean, each game was a tough game for us and a tough game for them. You know, they made shots and, you know, the wins and losses don't tell the full story, but, you know, my hat goes off to Groningen. They were prepared. They had a good defensive plan. They executed, made shots. En voor hem te get 2 wins on the road, I think they really wanted to win in that show. Heb je een verklaring waarom het iets anders loopt dan normaal? Nou ja, er zijn wel 10 verklaringen, maar wat heeft het voor zin om daar nu vlak na de wedstrijd bij stil te staan? Ik heb er net al 1 gegeven. Ik denk dat op een gegeven moment zo'n rotatie te klein is, maar dat wisten we het hele seizoen. Maar het zou onverstandig zijn geweest als coach om tijdens het seizoen te gaan klagen over de rotatie. Ook nu niet, ik klaag er helemaal niet over. We hebben daar fantastische resultaten mee behaald. We hebben tegen Europese topploegen met 6 man rotatie gespeeld. Maar op een gegeven moment, en ik denk dat dat heel belangrijk is, als je in zo'n serie zit, dan moet alles klikken. En daar heb ik alle complimenten richting Groningen, die dat voor elkaar heeft gekregen. En ik denk ook door die bredere rotatie. Maar bij ons in ieder geval kregen we het niet op de rit, zeker het laatste deel even niet. En dat is zonde. Ik denk dat alle spelers het fantastisch hebben gedaan. Zowel het hele seizoen, maar met name ook in deze wedstrijd. Hè. Ik bedoel, er was een gameplan. Gameplan werd best wel goed uitgevoerd. In de tweede helft niet. Maar dat kan ook met vermoeidheid te maken hebben. Op een gegeven moment is het gewoon de pijp leeg. En ik denk dat dat misschien wel de conclusie is. Het is 3 keer in deze halffinale play-off dat Groningen, nou ja, ik wil niet zeggen de mokerslag, maar toch een behoorlijk dingetje doet in kwart 3. Verklaring. Ik denk dat het kan best simpel zijn. Het kan best zijn gewoon ervaring. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk een apart seizoen gehad, Donar. Vergeleken met voorgaande jaren en de successen die ze boeken gedurende het seizoen eigenlijk. Maar dat laat wel weer zien dat wanneer het in de play-off tijd is, dat ze er wel staan. En dat is alle props naar hun natuurlijk. Zij weten ook donders goed dat wij een heel goed seizoen hebben gedraaid. En dat zij een extra stap moeten maken om ook succesvol te zijn om naar de volgende ronde te gaan. En dat hebben ze gewoon gedaan. Ze hebben met ervaring gespeeld, ze hebben met hart gespeeld. En wij kwamen gewoon tekort. Many people expected a close game. Many, you were the favorites at the start.
How you look back on those, well, let's say the starting point and where you're ended now? You know, we're not going to let this take away from the special things we did this season. 30-plus wins. We won the Dutch Cup. You know, we had the MVP. So I think a lot of... Showed nice basketball as well, attractive. Yeah, it was fun. It was fun. And, you know, a lot of people appreciated it, and that's why we were the favorites. But, you know, sometimes things don't go the way you want them to go. You know, I think a little fatigue could have helped, you know, could have hurt. I mean, I could come up with a million excuses, but the harder-fought team won, and that's what Groningen was. They fought harder than we did. Ja, zie je altijd weer, hè? Ik vind dat altijd een van de kwaliteiten van Arvin Slachter. Bij wijze van spreken zie je hem te weinig tijdens het seizoen. Maar dan in zo'n play-off, dan staat hij er op beslissende momenten. Een hele bijzondere kwaliteit. En dat geldt eigenlijk, want Groningen groeide als team. Ja, ik denk het. Ik bedoel, dat zijn dingen die de ervaring gewoon meebrengen. Het zijn dingen die wij misschien misten op bepaalde momenten. Het verlies van Mohamed Karazi, zo'n game 3, is natuurlijk ook niet heel prettig. Maar daar konden we dan niks aan doen. We moesten er staan met de spelers die we hadden. En dat hebben we gedaan. Alleen het heeft niet uitgepakt hoe we hadden verwacht. Je wil natuurlijk niet weer gesweept worden. Je wil natuurlijk niet... Nee, 30 punten is niet goed. Nee, 30 niet, maar ook geen 3-0. Nee. Dus er zijn zoveel factoren die een rol hebben gespeeld. Maar uiteindelijk, ik moet zeggen dat met de jongens die we hebben, hebben wij een fantastisch seizoen gedraaid. Niemand had verwacht natuurlijk dat we in de halve finale eruit zouden zijn. Maar niettemin, ik ben trots op de jongens. Ik wens ze natuurlijk een fantastisch volgend seizoen. We hebben fantastische spelers dit seizoen gehad. Maurice Watson, Darius Thompson. Clayton was verschrikkelijk goed. Kenny was ook heel goed. Jij ook hoor. Dank je. Maar, dank je. Sergio, Mo. En ook de jongens die van de bank kwamen. Ik bedoel, al die jonge jongens zijn natuurlijk ook een heel groot deel van ons team. Op trainingen, op momenten in de wedstrijd. Dus ik wil gewoon iedereen bedanken voor zo'n prachtig seizoen. En ja, ik wens hun een prachtige toekomst toe. Is dit one of the hard things of playoff basketball? That you have to be there at the right moment. And Groningen was there, was growing as a team. And Leiden was lacking that on that point? I think a little bit of our short rotation. You know, we fought an uphill battle losing one of our best players and our defensive player of the year the day before this game. So, you know, our spirits were a little down. You know, we tried to fight hard for him, and, you know, and then in the fourth quarter, you know, they didn't miss any threes, and, you know, we couldn't make shots, and, you know, things just didn't go our way. And it seems like that. It seems like when it rains, it pours, and, you know, one thing goes wrong, everything goes wrong. But, you know, I'm really proud of my teammates. You know, we didn't go out without a fight. You know, we played hard all season. You know, we overcame a lot of injuries with Serge and Mo and myself and Darius and Worthy. You know, everybody has some ailments, and, you know, I just commend everybody for playing hard and giving it their all. En dan blikken we altijd terug. Dat is nu veel te snel. Je eerste jaar hier bij Leiden. Positief geëindigd, voor je gevoel? Nee, niet geëindigd, want dat ga je eindigen met een nederlaag. Maar als je terugkijkt op het totaal. Nou, de doelstelling was om kampioen te worden en de prijzen te pakken. We hadden drie doelstellingen. Eén was in Europa ver komen, uiteindelijk de beker doen en ook het kampioenschap. En we moeten heel eerlijk zijn, dat zat er ook gewoon in en die mogelijkheden waren er. Dus dan zeg je oké, we hebben het kampioenschap niet gehaald en dat is niet goed. Hè? Bedoel, heb je het doel niet gehaald. Als je kijkt naar de kwalitatieve kant en dus ook naar de andere prijzen, denk ik dat het heel goed is gegaan. En ik ben hier begonnen uiteindelijk met de intentie om daar toen uit in de krant te staan om 3 jaar te bouwen. En ik denk dat heel belangrijk is dat je dat geduld hebt. En ik denk dat we er zo naar moeten kijken. We hebben heel veel mooie dingen kunnen bouwen dit jaar. En je hebt al een heleboel, laten we zeggen, eerste mooie resultaten kunnen zien op basis van gewoon goed planmatig werk. Alle complimenten ook aan Bert daarbij, die me daarbij heeft ondersteund. Wordt wel eens onderschat, hè? Dat wordt zeker onderschat, maar ik denk dat sowieso de baan van coach wordt onderschat. For you and your family, how you look back at your stay in Leiden? I'm blessed. You know, I've had a rough last 2-3 years with some adversity off the court and, you know, tearing my ACL and, you know, not really having many teams that wanted to give me a shot. And Leiden gave me the shot to come prove that I still was the player that I am, that I still could play and compete at a high level. And,
you know, the fans embraced me, the team embraced me, and, you know, I'm forever grateful for Light and giving me the platform to prove that I'm still the player I can be. We hebben heel mooi basketbal gezien, mag ook wel eens gezegd worden. Tuurlijk, twee fantastische picks, om het zo maar te zeggen. Zowel Watson was een openbaring, maar Thompson misschien nog wel nog meer. Dat helpt, om het zo maar te zeggen. Maar basketbal was bij vlagen een genot om naar te kijken. Ja, mag ook wel eens gezegd worden. Nou, dat doe ik toch? Ja, nou, exact. Dus uiteindelijk, ja, als headcoach ben je verantwoordelijk voor alles. En dus ook verantwoordelijk voor mooi basketbal. En ook verantwoordelijk voor uiteindelijk een niet-kampioenschap. Dat is teleurstellend. Is there any chance that you can stay, that you will stay, that you enjoy and, well, let's say, have another year here in Leiden? Yeah, man, everything's possible. You know, I'm going to go back and talk to my family. I'm going to talk to my agent. I'm going to talk to the president and, you know, we're going to see what we can do. I enjoy my time here and I'm not ruling it out. It's tough to think about after a loss like this and, you know, a hard season where you want to win a championship to think about that right now, but... You know, I'm going to take it's too early. It's early. No, I'm going to take the night and I'm, you know, talk to my family, talk to my agent, and I'll sit down with the board and we'll see what we can do. I want to thank you. On behalf of most of the audience, really enjoyed your play as well of Darius as well. So I hope to see you again next year. If not, thank you for playing here. Hey, dude, thank you. I appreciate it. Nog één vraag, hè? Daar hoort er dan een heel klein beetje bij op dat soort momenten. Ga je nou van twee jaar terugkijken naar dit seizoen, naar dit team, dan denk je, verdorie, er had meer ingezeten? Had er meer ingezeten, dat sowieso. Ga ik er terugkijken van verdorie? Nee, ik denk dat ik ga kijken, ja, gemiste kans, maar ja, toch een heel mooi seizoen. Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, blijkbaar konden we niet alles hebben, maar we hebben de beker. Ik bedoel, het heeft ons weer wat 6 jaar geduurd om weer iets moois te pakken. We hebben weer iets hangen in de zaal. En we hebben een mooi seizoen gedraaid. Ik bedoel, ik denk dat de fans trots kunnen zijn op hoe we het seizoen hebben gedraaid. De highlights die we hebben laten zien. En dan heb ik het niet per se over de dunks en noem maar op. Maar de wedstrijden die we hebben gewonnen tegen Europese teams. En ik hoop dat we dat volgend jaar gewoon weer kunnen doen. Dat wij volgend jaar gewoon weer in de FIBA Europese Cup, FIBA Cup kunnen spelen. Dan hoop ik gewoon dat we net zo succesvol kunnen zijn. Dankjewel. Alsjeblieft, aan jullie ook. En dames en heren, daarmee is deze wedstrijd afgelopen. Ook al heeft Donar terecht gewonnen. We zijn ons team enorm dankbaar voor het fantastische seizoen.